Waar ga je heen, Joyce? Thailand, weet je niet hoe ver weg dat is? Ik ga je wel missen, hoor. Hallo! Ik ben weer op het vliegveld en ik heb een mooi kussentje bij me. Die heb ik gekregen, want ik mocht net een enquête invullen over Thailand en waarom ik hier ben en wat ik allemaal gedaan heb, hoe lang ik ben geweest. En ik ging echt stuk om sommige vragen. Stond er van, wie heeft de beslissing genomen dat je deze trip gaat maken? Stond er je familie of je vrienden en zo? Dus dat deed ik familie, ging ik even een foto maken. Alsof mijn familie me heeft weggestuurd. En ook, wat is de reden dat je op deze trip gaat? En er staat als antwoord, to show off voor je vrienden. Van om stoer te doen. Wie doet zoiets? Ah, ik zeg schattig kind met Crocs. Maar goed, ik ga nu zo boarden. Ik heb nog even lekker sup ingehaald, want ik had echt honger. En dan gaan we. 2,5 uur. Ik dacht 1,5 uur, maar het is 2,5 uur. Maar ja, nieuw avontuur. Doei Thailand! Oh, en welkom trouwens bij de vlog. Ik heb hem helemaal niet geopend. Het is bij deze officiële opening op het airport. Ik weet niet, even niet, ik ben even de tel kwijt. Vlog 11, denk ik. Ja, vlog 11. Oké. Oh, het is wel 1,5 uur, maar het is natuurlijk tijdverspil, uurtje. Daarom kom ik 2,5 uur later aan. Want ze hebben hier, wow, ze hebben hier ook Grab. Die is super handig. Kan ik gewoon met dezelfde app taxi bestellen. En ja, dan ga ik lekker naar een hotel, 40 kilometer is het. En het hotel heeft een gym en een sauna en een zwembad. De sauna en zwembad kan ik allemaal geen gebruik van maken door mijn tatoeage, maar wel van de gym. Dus die ga ik meteen even ontdekken. En ik zag al dat ze hier ook gewoon 7-Elevens hebben, die supermarkt van Thailand. Dus ik hoop dat ze ook dezelfde producten hebben. Dan kan ik nog steeds lekker mijn yoghurtje en mijn eiwitshakes nemen. Yeah, it's your country. You're from which country? I'm from the Netherlands. Netherlands, Holland. Yeah, Holland. Yeah. Hollandia. You know Netherlands? Yeah, Europe country. Yeah, Europe, yeah. You know a Netherlands word? Yeah. What? I like Scott. What? Yeah. Nathalan. Nathalan, Nathalan. Nathalan is Holland. Holland, yeah. The healthy, no, healthy, no good. No, when you retire. Ah. Yeah, you're just gonna sit at home and then, yeah. You will be old very fast. Ah, you can go anywhere. At what age do you retire here? 55. 55? Yeah. Oh, that's
That's so young. Yeah. When does it 70? 70. 70, that's crazy, right? Italy is 70. Yeah, then you're almost dead. Malaysia is 55 until 60 already retired. Oh, 55. 55 and until 60 retired. Oh. Yeah. I see, you know, I see, you know. Yeah, I see. I see your face, I see your face. 10 from the sun. You like, they like the sun. Because Malaysia sun is very good. Yeah, is it? Yeah. Good. Many tree, you know? Yeah. Many tree. But also many clouds. Scuba diving. Yeah, I did that in Thailand. Yeah. No, you must go to island. Island? Yes. Which one is good for scuba diving? Sabah. Sabah? Yes. I've heard you about it. Take flight, go there. You cannot take bus, you cannot take car, you cannot take train, you only can take flight. Fly to Sabah? Yes. Okay, nice. I'm gonna do that. You do scuba diving, you? I don't know. Yeah, I only swimming. Swimming only. Only swimming. Only swimming. Stress is not good. Not good. No, you have to relax more. You have to relax. Sabah is a island is for the people relax. Ah, good. Yeah. I have to be there. Yeah. Very good. Very good. Before you go travel, the country, you must know the country. Yeah, you must know a little bit. Yeah, very good. Little bit research. And it's very smart. Very smart girl, yes, thank you. I hear it often. Yeah, very smart girl, I think. Thank you. No, any the bad guy take your bag, robbery, yeah, no robbery lah. No robbery. No. You know robbery? Yeah. No. Very safe. Very safe. Only the beat only. Oh. No robbery. That's good. Yeah. So it's safe for me. Yeah, alone. Safe for you. Okay, good. What's typical Malaysian food? You say which food? Chinese food or Malay food or Indian food? Yeah, but what is typical? Malay food you must eat nasi lemak. Nasi lemak? Yeah. Okay. Nasi lemak. Okay, nasi. Yeah, I'm gonna eat it tonight. Nasi lemak. Chinese food you must eat bak kut teh. What? Bak kut teh. Bak kut teh? Yeah. You can eat pork. Yeah? Pork? No, I don't eat pork. But you don't eat pork? No. Only chicken. You only chicken? Ah? Yeah. Oh, because bak kut teh is pork. Ah, okay. No, I cannot eat for it. You. No. Nasi lemak lah. Nasi lemak, you say, I want nasi lemak chicken. Nasi lemak chicken? Yes. Okay. Indian food, you might eat roti canai. Indian food. Roti canai? Ah, roti canai. Oh, roti canai. Yeah. Do they have a Chinese food, babi panggang? Babi. You know babi panggang? Barbecue. Babi panggang. Babi panggang. You know Chinese? Oh. Maybe the babi panggang. Maybe they don't have it here. It's a famous Chinese dish at our country. Yeah, babi panggang. Yeah. I know. No have there. Yoya food? Yeah, or Malacca. What's that? Nyonya. Yeah, very famous in Malacca. Okay. Nyonya. Nyonya food. You go to Nyonya shop, you eat the Nyonya food. Ah, okay, I'm gonna eat it there. Nyonya. Yeah. In Malacca. Yeah. Do tourists rent bikes here? Huh? Tourists? Do they rent bikes? Tourists? Yeah, on a bike or they just walk? What mean? Do they rent like the bikes? Motorbike. You want to rent the motorbike? Is it possible or is it not? Is it dangerous? No. There's no motorbike to rent. No? Okay. So I have to walk. You have to walk. Mm. You're very strong. Very strong. Yeah, I'm very strong. I can do it. You can walk. If you don't want to move my car, then you can walk. Yeah. What is the money currency called? What is it called? RM? RM. What's the name? Ringgit. Ringgit? Ringgit. Ringgit. Ah, okay. R. Yeah, R. Ringgit. Yeah. Ringgit Malaysia. Ah, okay. Ringgit. Ringgit. Yeah. R-I-M-G-G-I-T. Ringgit.
Ah, okay. Ara. Ara. Yes. People here are Muslim, right? Huh? Muslim country? Muslim. Yeah, religion. Yeah. You're Muslim? Muslim, I'm not Muslim. No? I'm Buddhist. Buddhist, ah. I'm a Chinese, Malaysia, but I'm Buddhist. Ah, okay. Because Malaysia has Chinese, the Malay, and the Indian. Yeah. I'm Chinese Buddhist. Okay. Majority is Muslim. Majority, 60+%. 60%? 60% in Malay. And the rest is Buddhist? Yeah, Buddhist and Hindu. Hindu, ah, yeah, okay. Minister? Yes. Oh! Minister. Oh, the police is... Yeah. Taking him. Yes. Escort. Oh, he's telling you to drive left. Yes. Yeah, behind the minister. Yeah. I don't see your window, it's wet. You see this one? Okay. Yeah, I will see. Yeah. Oh, he's telling everyone to go left. Yeah. Oh. This Prime Minister. Oh. In Malaysia. Was he in that car? The behind. Whoa. Oh, he's coming now. Coming now, he's behind. Oh. I want the picture. This one. Yeah. The black color one. Ah, the black one is in there. Ah. Oh. Yeah. And the Twin Tower. And the very top one, but the very high one is Merdeka Tower. Ah, okay. Merdeka Tower is new. Is it new? This is number two high in the world. Is it? Yes. What's the most high? Burj Khalifa? Dubai. Dubai, yeah. Yes. I was in that Burj. This is number 2. Number 2? Number 2 top in the world. Can I go in there? Now cannot go in. No. Never rains, Heidi. Nou, ik ben nog geen 10 seconden binnen. Het giet. En het bliksemt. Maar even mensen, dit hotel. Het is echt het meest luxe wat ik tot nu toe heb gehad. En ik heb hier echt een schijntje voor betaald. Jullie douche. Lekker. Hier word ik heel erg blij van. Helemaal pretty. Het gaat erop buiten. Grote kasten. Nou, ik kan zelfs strijken hier. Voorraadje, wc-papier. Helemaal top. Goedemorgen lieve mensen. Vandaag is mijn eerste dag op Kuala Lumpur. Ik heb vanochtend lekker rustig aangedaan. Het is ook al 1 uur 's middags nu. Eerst even kijken of ik ergens wat geld kan halen. Wat tot nu toe in Thailand makkelijker gaat, want daar heb je echt op elke hoek van de straat een 7-Eleven met een pinautomaat ervoor. Maar hier heb ik nog nergens een pinautomaat gezien. Of een 7-Eleven, alleen bij mijn hotel dan. Maar daar was geen... Het is echt huge hier. Ik krijg echt Dubai vibes hiervan. Love it. Maar ja, eerst even geld halen dus en dan lekker eten. En sightseeing. Ah, dus ik ging het Pokémon eten. Ik was dus zo'n jongen. En hij zei, is je Pokémon lekker? En hij was zo schattig, hij had een brilletje. En hij werkte bij de bank als security. En hij ging helemaal. Hij zei: mag ik bij je komen zitten? Ik zeg: tuurlijk. Ik kwam niet bij me zitten, ging me helemaal vertellen. En hij zei: ik werk elke dag. Hij werkt elke dag.
En nu had hij even een dagje vrij. En hij zei, ja, je hebt echt mijn dag gemaakt. Want ik ben altijd gefascineerd door mensen uit het buitenland. Maar ik heb nooit tijd om met ze te praten. En nu wil ik iets vieren omdat ik zijn baan was verlengd of zo. En dan zie ik jou. En je bent zo aardig dat je een praatje met me maakt. Dat was zo schattig. Ja, echt een cutie. Cool. Ja? Balanda. Ah, Balanda. Indonesian people told me. Ja? Dat is orang Balanda. Balanda, oké. Now you learned me something. Yeah. That's just normal. Yeah, normal. Yeah, just name like here. Yeah. We call everywhere in Europe Matsale. Matsale? Yes. Ah. Yeah. So, are you meet Matsali just now? Yes, just like. And that's someone from Europe. Yes. Ah. All Europe people. We're all the same. But it's okay, huh? It's okay. Yeah. So first time. First time Malaysia, yeah. Good, huh? Yeah, I like it. So only Kuala Lumpur? No. I'm gonna travel further. Langkawi, Malacca. Wow. Yeah. Yeah. No, with us it's 70. 70? Yeah. Wow. Yeah. Before? 70, then you retire. Right. Yeah, crazy. Because here 60 all week already. Even 50 also week already. Cannot. Ah, that's not good. Because it's lazy, you know? Yeah, lazy. Even work also. People, Asian people are lazy, yeah? Let's send that Europe. Yeah. They always walk everywhere. Yeah, true. Yeah. For me also, if I walk like here to there. Yeah, you're tired. I know, but I cannot to how to find. You have to go to the gym. No. Why not? No time. Yeah, maybe. I have time. Maybe. Yeah, you have to make time. It's for your own health. Mindset, maybe. Mindset, right? Yeah. Yeah. Everything is mindset. Spain. Yeah. Difficult. France. Just people same like UK, yeah. Yeah. Very, but I more understand that if people, English people are very fast. Yeah, they talk very fast. Yeah. I can understand them. Also, no, also, yeah, I have to listen very good for UK. Same Australia. Also Australia as well. And UK, same. Yeah. I cannot talk like this, you know. No. Yeah, sometimes they're too fast. Yeah, true. And they have like an accent, so you need to, yeah. Yeah, so arrogant. Yeah. They're talking too big, you know. Yeah. But your English is also very good. Yeah? Yeah. I learned from this, you know. From this, taxi driver. From this system. From this job, yeah. That's good. I try. Yeah. Yeah. But English people, I'm quiet. Ah. I'm shy, you know. Yeah. Then you don't. Yeah. I know what you're saying. I had the same thing. Yeah. Then all of a sudden you think you cannot speak English. Yeah. That's why I can easy talk Belanda or whatever. Mm-hmm. Because Dutch people are very sporting, very understanding. You know? Yeah. I like that. Thank you. Yeah. That's good. Good. I also Mama, Papa, brother, together. Yeah. Still live at home. So you not tell them we go together to visit Malaysia? They don't want to. Oh, they don't want to. No, they don't want to come. Why? I don't know. Maybe they're already retire or no? My mom, she just don't want to go anywhere. No, she just want to stay at home. Yeah. And my father always goes to Spain. Yeah, because my grandpa lives there. Yeah. And then he visits. And my brother also doesn't really like to go anywhere. Yeah. They like to stay home. Not married yet. No, brother. No, not married yet. Oh. No. So funny. Yeah, you're you very very well. Yeah. I like. Oh, thank you so much. Very understand. Yeah. So, yeah, good. I appreciate that. Thank you. That's so sweet. Yeah. So, waiting already. See? Yeah, he's waiting. Okay, bye. Thank you so much. Take care. Yeah, have a good Ramadan. Bye. Thank you.
Je hebt hier dus een soort mini jungle midden in de stad. En ik ben helemaal omgelopen voor de ingang, maar volgens mij is het nu dicht omdat het misschien slecht weer gaat worden. Maar de lucht is wel weer, oh nee, hier niet, maar daar aan het opklaren. Dus ik weet niet, misschien gaan ze zo wel open. Oh nee, lol. Ik google het net. Is het maar tot 3 uur open. Dus ik zou sowieso niet... Het is nu 3:15. Ah, heb ik weer. Nou, morgen poging nummer dos. Ik zag net 4 Nederlanders en die waren iets aan het eten. Of aan het proberen te eten. Dus ik zei, oh, wat is dat? Ze zei, ja, hier, proef maar. Want het is echt zo smerig. Het was een soort mix van mango, maar ook kruiden of zo. En het was heel zacht. Dus ik heb nu echt hele vieze nasmaak. Oh hier, dit was het. Dit. Heel apart. Oh, hier heb ik er ijs van. Dit voetbalveldje lijkt wel TBS-kleding, man, met al die bedradingen. Je hebt hier heel veel van die watertanks, zodat je gewoon je flesje kan vullen. En dan hoef je geen plastic te verspillen. Precies nergens uit. Heel hard terug. Heeft iemand nog een auto? Good morning! Het zonnetje schijnt weer lekker ten opzichte van gisteren. Ik heb net even geld gewisseld bij de bank. Want ik wilde gisteren dus geld halen. Had ik uiteindelijk een geldautomaat gevonden. Kreeg ik echt de helft van wat op internet staat. Dat de valuta waard is. Dus ik dacht, ja, dat ga ik natuurlijk niet doen. En ik had nog 3000 baht. Dus heb ik die net gewoon ingewisseld. En ik zag dat ik meer had teruggekregen dan dat, wanneer ik dat op het vliegveld had gedaan. Dus ik heb nu eindelijk wat centen op zak. Ik heb net de taxi gepakt naar de Batu Caves. Dus daar ben ik nu. Dus ik ga weer even lekker op sightseeing tour. Zie je al die duiven? Eng, hé. Doorheen nou. Ik durf niet te kijken. Hey, Aapie. Hey, Aapie. Waar ga je dan naartoe? Ga dan op naar Aapie.
Nou, enig. Kijk al die apen. Leuk. Daar lopen ze ook. Je skal ikke sætte sig nær, for det er ikke... Jeg holder hånden. Jeg holder hånden ret langt til vejen op. Det var så et stykke. Leuk, al die aapjes. Ik ben helemaal in mijn element. Oh, een baby aapje. Ah, dit is zo cute. Oh, drie baby aapjes. Thank you.
காலையிலேயே சொல்லியிருந்த மாதிரி தம்பி பிறந்தாங்க. Stroom is uitgevallen in de grot. Ze proberen de reus wakker te maken, maar hij ligt lekker te pitten. Ze hebben allerlei toeters en bellen erbij gehaald, muziek. Ze staan op hem. Ja, hij wil hem steken gewoon. Hallo, wakker worden. Paardje erbij, olifant. Nu nog meer muziek, hij met pijl en boog. Maar hij ligt gewoon lekker te pitten, joh. Ik loop drie uur later deze boekenwinkel uit. Oh, helemaal geweldig. Dat was echt groot en ik was zo in mijn element. En nu ga ik echt super random naar de bioscoop. Ik zag dat John Wick draaide, dus dat is wel leuk. Actiefilm. Professing the greatest evil the world has ever known. Zo'n leuke random dag gehad. Ik ging dus eerst naar die Batu Graves en daarna wilde ik naar weer dat park, die Eco Forest Park, maar die zat dus weer dicht. Dus toen dacht ik, oké, nou dan ga ik naar die Twin Towers. Dus ik daar naartoe gelopen, kwam ik uit bij dus die boekenwinkel waar ik dus 3 uur lang heb rondgelopen. En daarna wilde ik dus naar die Twin Towers, was het inmiddels al dicht, want het was al 5 uur. Toen dacht ik, oh, nou ja, oké, dan morgen maar. En toen wilde ik eigenlijk terug naar mijn kamer gaan. Zag ik ineens een bioscoop en zag ik dat John Wick 4 draaide. Dacht ik, oh ja, ik heb John Wick 1, 2 en 3 ook gezien. Dus waarom niet? Dus ik naar die bios. En daarna wou ik dus weer naar huis. Zag ik ineens een fonteinshow. Dacht ik, oh ja, dat is hier een fonteinshow. Dus ik naar die fonteinshow. Maar gewoon lekker zo random. Van gewoon lekker zonder plan. Gewoon gaan en wel kijken waar je uitkomt. Zit je ineens 3 uur lang in een boekenwinkel en in de bioscoop. En daarom hou ik echt van alleen reizen. En gewoon überhaupt alleen zijn in het leven. Je hoeft niet te overleggen.
Wie gaat 3 uur lang op jou wachten in een boekenwinkel? Ja, misschien de man van mijn dromen, maar anders gaat echt iemand niet 3 uur lang op jou wachten. En dan, snap je, sommige mensen houden daar niet van om ineens plannen te wijzigen. Maar als je gewoon alleen bent, heb je met niemand rekening te houden en kan je gewoon lekker al die random dingen doen. Dus ik had echt een leuke dag. En ik ben nu, zoals jullie al zien hier, in China. Nee, grapje. Maar ik ben mijn Chinese tempel, ga ik nu bezoeken. En dan ga ik straks naar de moskee. Want vandaag is weer mijn laatste dag in Kuala Lumpur. Dus nog even lekker de laatste sightseeing dingetjes doen. En hopen dat het droog blijft, want het ziet er weer spannend uit. Maar eerst de tempel. Na dat gezegd hebben over alleen zijn, ga ik gewoon nu met mezelf trouwen. Dit is dus iets, geen idee hoe het heet, maar je pakt al die dingen op en dan laat je het vallen en dan blijft er dus eentje omhoog staan. En dan trek je dus een nummertje en dan krijg je een blaadje met dit leuke informatie over mij. Ik heb een goud hart. Die van Aard is het niet. Arm kind. Oh, het regent weer. Hier zien we mijn vriendje die ik op mijn been heb getatoeëerd. En hier staat dus heel mooi uitgelegd waar die allemaal voor staat. Strong, succes, gepassioneerd, serieus, stabiel. Dus super stabiel. Creatief, sociaal, proficient. Ik weet even niet wat dat betekent. Open-minded en hoog. High intelligent. Nou, het klopt allemaal. That's me. Kijk die mannetjes. We denken, wat doet die meid? We zijn niet blij. Maar goed, dit staat dus op mijn been. Mooi dragon. Deze is ook mooi. Doggy. Dit zijn trouwens alle Chinese sterrenbeelden. Hond, varken, een kip, apen, schaap, paard. En dit jaar is het van de konijn. Dit is de god van het huwelijk. Matchmaker from heaven. Ik ben nu bij deze moskee aangekomen. Ik heb op internet gelezen dat het super mooi is. Ik zie alleen echt helemaal niemand. En het is ook Ramadan, dus ik heb eigenlijk geen idee of ze überhaupt open zijn en of ik naar binnen mag. Maar we gaan het even bekijken. Net weer terug van de moskee en het was echt, het is zo stil daar binnen. Dat is zo fijn. Ik zei ook tegen haar van, kom je nooit hier om gewoon te slapen? Ze zei jawel, vooral toen ik nog studeerde, ging ik echt vaak hierheen. Als ik dan gestrest was, ging ik gewoon hierheen gewoon om te slapen. Ik zei, oh ja, dat snap ik zo goed. Als ik aan één ding moet denken, zou het gewoon hier zijn, lekker daar gaan slapen. De stilte daar is zo heerlijk. En ze zei van, ja, het lijkt alsof de dingen die ik je vertel niet nieuw zijn. Ik zei nee, klopt. Ik heb me ook echt al heel veel ingelezen over de islam en boeken gelezen. Ik zei, en een vriendin van mij is bekeerd. En ik zei, afgelopen 3 jaar heb ik ook meegedaan met de Ramadan. Ik zei, dit jaar dan niet, maar afgelopen 3 jaar ook meegedaan.
Ik zei, het voelt zelfs raar om nu niet mee te doen. Alsof ik aan het cheaten ben. Maar ja, super mooie moskee weer. Ik ben ook in Abu Dhabi geweest. En die was ook echt machtig mooi. Ik weet niet waarom dit woord er opkomt opeens. Machtig mooi, maar machtig mooi was het. Maar deze was ook echt, echt een plaatje. En nu ga ik poging 3 doen om naar die soort bos te gaan midden in de stad. Eco Forest. Hij is al 2 dagen dicht. Dus ik ben benieuwd of hij vandaag ongeveer open is. Maar we gaan het meemaken. Het is weer lekker aan het regenen. Maar goed, we zijn niet van suikend. En ik heb geen zin om ergens te wachten tot het droog is. Ik ga zo wel even lekker ergens lunchen ook. En ja, love it. Dit is weer helemaal anders dan Thailand. Want nu ben ik echt weer lekker gewoon nieuwsgierig. Alles is weer nieuw. Weer overal foto's van maken. En in Thailand merkte ik dat dat toch niet echt was. Omdat, ja, dat ken je dan op een gegeven moment. Dan is dat allemaal niet meer nieuw. Die tempels en überhaupt gewoon dingen die je ziet. Dan als je dingen ziet, dan zeg je op een gegeven moment van, ja, welcome to Thailand. Dat is hoe het hier gaat. Je weet gewoon op een gegeven moment hoe het daar gaat. Maar in een nieuw land is dat natuurlijk allemaal weer anders. Dus ja, superleuk. Dus nu zit ik weer helemaal in mijn Erika Terpstra / Floortje Dessing / Dora rol. Als het hard regent, kan ik gewoon hier schuilen. Ik krijg gewoon blad. Ik word nou helemaal niet nat. Het is gewoon alweer dicht. Dus ik ben echt 3 keer hier helemaal heen gelopen voor niks. Maar ik snap niet waarom. Closed during bad weather. But ja, het regent alleen. Nou, mocht iemand ooit naar Maleisië gaan. En naar deze eco-park. Laat me weten hoe het was. Ik ben nu bij een wijkje. Little India heet dat. Allemaal Indiaanse dingetjes, eten, kleding, souvenirs. Ik ga echt stuk. Ik zit dus bij een Indiaans restaurant. Dit is mijn bord. Volgens mij moet ik dit nou gewoon erop leggen en dan met mijn handen eten, zoals de rest. Maar ik had ook kip besteld. Ik weet niet waar de kip is. Oh, de kip zat eronder. En nu ga ik dit met mijn handen opeten. Nou, dat was ook weer een hele ervaring. Het ging ons allemaal kijken hoe ik dat ging eten. Die mannen die daar werkten. En ze waren echt zo aan het kijken. Toen keek ik van hun. Zeiden ze, spicy? Zeg ik, nou, it's okay. Waarschijnlijk dachten ze dat het super pittig of zo voor mij zou zijn. Maar ja, in Thailand en hier in Azië is best wel veel pittig. Dus op een gegeven moment raak je smaakpapillen een beetje aan gewend natuurlijk. Van de gym. Ik had echt geen zin, maar ik ben toch maar eventjes gegaan. Ik heb 3 oefeningen gedaan en wat rekken en strekken. Dus ja, beter dan niks. En ik heb vandaag maar liefst 15.176 stappen gelopen. Dus dat is echt veel voor mij doen. Dus ik ben trots op mezelf. Ik wilde eigenlijk vanavond nog naar een food market gaan, maar ik ben in de avond dus deze oma echt moe.
Dus ik ben gewoon lekker binnengebleven. Of ja, ik ben alleen geweest sporten, maar verder ga ik niks meer doen. Het is nu 9 uur. Ik zou in principe gewoon nog kunnen gaan, maar ja, die sla ik even over vandaag. Ik heb wel vanmiddag bij Little India dit gekocht. Dat verkochten ze overal, dus ik dacht, nou, dat zal misschien wel een speciale Indiaanse dish zijn. Dus die neem ik even mee om te proeven. Let's go! Volgens mij is er heel veel suiker in. Het is niet vies, maar het is gewoon heel erg vet. Ik weet niet wat voor... Ik kan de smaak niet echt plaatsen, maar... Ja, nee. Dit is het niet voor mij. Vandaag was de laatste dag in Kuala Lumpur. Ik vond het echt een hele mooie stad. Ik weet niet hoe de rest van Maleisië is, maar als dit Maleisië is, dan ben ik echt positief verrast, verbaasd. Ik had echt niet verwacht dat dit Maleisië zou zijn. Ik had eigenlijk helemaal geen verwacht. Of ja, ik wist niet zo goed wat van te verwachten. Maar van Thailand naar dit is wel echt even heel anders. En ik sprak vandaag die taxichauffeur. En ik weet niet of ik dat al verteld. Maar hij ging me keischattig tips geven over de Filipijnen. En ging die afspelen op zijn displaytje. En waar ik dan naartoe moest en zo. En toen zei hij, ja, in de Filipijnen zijn de meest vriendelijke mensen van Azië. Staan de... Dus nummer 1 van de top 4. Dus ik zei, wat is de rest van de top 4? Toen zei hij, nou, op 2 staat Java. Op 3 Thailand. En op 4 Maleisië zelf. Dus toen vroeg ik... of toen zei hij, ja, Thailand, het enige wat daar is, is de communicatie. Hij zei, hele dag kap, kap, kap. Ging ik echt stuk. Want de hele dag zegt ze kap. Is een soort van, ja, oké, alsjeblieft, zoiets van. Kap. Ja, gewoon het zeggen ze de hele tijd. En inderdaad, gewoon communicatie. In Maleisië spreken ze echt goed Engels. Thailand spreken ze gewoon de basis. Maar hier kan je gewoon echt wel de diepgaande gesprekken voeren. Diepgaande gesprekken in Maleisië. Do tourists rent bikes here? Dus dat is wel goed. Maar gewoon echt heel mooi hier. Dus ik ga morgen naar Malakka. Een stadje met nog allerlei Nederlandse invloeden vanuit de geschiedenis van de VOC. Dus dat gaat echt lang terug. En dan ga ik... overmorgen naar Singapore. Dus ja, weer een ander land. Ik ben benieuwd wat dat me ook weer gaat brengen. Maar daar blijf ik maar 4 dagen. Ik heb gelezen dat dat voldoende moet zijn. En dan vlieg ik weer terug naar Maleisië. Om het andere deel te gaan bezoeken. Dus dit was het meest logisch qua route. Of ja, je kan naar boven, maar ik ga eerst naar onder. Ja, dus dat. Dus voor nu, slaap lekker en tot morgen. Na 2 uur busrit ben ik net aangekomen in Malakka, stadje in Maleisië. En ik heb net ingecheckt. Ik slaap vandaag weer in een hostel. Hostel. Super kleine kamers, maar prima. Heb je lekker extra veel privacy. En ik ben nu onderweg naar de Dutch Square, waar dus nog de Nederlandse invloeden vanuit de geschiedenis zijn. Maar eerst even lekker eten, ik heb echt honger. Ik zie gewoon mensen die ik ook zag bij die Bottle Graves. Het is toch apart, hè? Ben je helemaal in Azië, kom je zomaar gewoon mensen tegen. We zijn ook van Nederland.
Als je het mij vraagt, niet heel bijzonder. Het is niet heel groot. Of ja, de stad is wel groot, maar het stukje waar het om te doen is, is niet zo heel groot. Het is eigenlijk gewoon dat Nederlandse plein, Dutch Square. En die Walking Street, dat is het. Dus niet heel bijzonder. Morgen ga ik naar Singapore toe met de bus. Ongeveer 3 uur rijden. Dus heb ik weer een nieuw stempel in mijn paspoort. Ben ik ook benieuwd wat dat weer gaat zijn. Hallo! Hallo! Ja, dat eigenlijk. Dus ik ga hier ook de weekvlog afsluiten. Het is vanaf zondag. Morgen weer een nieuwe dag, nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Heel erg bedankt voor het kijken weer. En dan zie ik jullie volgende week. Doei!